Wel, het is heel belangrijk dat de mensen een chocoladebeleving meemaken als ze hier in de shop komen. En op dat moment, door het tippen, creëer je een extra animatie, een extra aantrekkingskracht voor de mensen. Dus je moet echt proberen tippen tot je ongeveer 1 centimeter fruit overhoudt. Ja. Vandaag gaan we de mensen een beetje opleiding geven, dus dat ze het verder onder de knie krijgen, tippen. Ze hebben allemaal al een uitgebreide workshop gehad, maar een beetje opfrissing kan nooit geen kwaad. En dan gaan we van start, dus we gaan orangetten dippen, gember, allerlei. Je ziet aan onze test dat het de ideale temperatuur wel heel belangrijk is. Dus eerst even opwarmen tot 45 graden en dan terug afkoelen tot 31 graden voor melkchocolade. En afhankelijk van de omgevingstemperatuur moet je het een beetje aanpassen. Nou, daar gaan. So, how is it? Delicious. Ziet er lekker uit in ieder geval. Lekker. Is super lekker. Geweldig. Daar zijn ze. De sinaasappel, dat maakt het heel fris. Ja.